بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يوم القيامة is begonnen. Iedereen wordt verzameld op één plek op deze nieuwe wereld. En de zon komt dichtbij, heel erg dichtbij. Totdat het op een afstand van 1 mijl van de mensen zit. En ze gaan niet dood. De mensen gaan zwemmen in hun zweet. De gelovigen zitten dan bij hun profeten. Iedere persoon gaat naar zijn profeet. Iedereen is dorstig. Behalve de gelovigen die kunnen drinken van al-hawd. Al-hawd is een soort waterreservoir van de profeten. Zo heeft de profeet sallallahu alayhi wa sallam ook zijn hawd. Allah heeft ons verteld over deze hawd in de Koran. Allah zegt: Inna a'tainaka al-kawthar. Wat is deze kawthar? De profeet beschrijft zijn hawd in de hadith die je kunt vinden in Sahih al-Bukhari en Sahih Muslim. Hawdi masiratu shahr wa zawayahu sawa wa ma'uhu abyadu min al-laban wa rihuhu atyabu min al-misk wa kizanuhu kan-nujum kan-nujum as-sama. من يشرب منه فلا يظمأ أبدا. De hawd van de profeet is zo groot dat je een maand lang kan lopen van de ene kant naar de andere kant van dit reservoir. وزواياه سواء. Hij is vierkant. Alle kanten zijn even lang. وماؤه أبيض من اللبن. Hij is nog witter dan melk, de kleur van het water. En de geur van dit water is lekkerder dan de beste parfum die je ooit hebt geroken. Dan misk. وَكِيزَانُهُ كَالنُّجُومِ. Er zijn zoveel bekers om uit te drinken. Zoveel net als de sterren aan de hemel. En wie ervan drinkt, die zal nooit meer de dorst voelen. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei ook in een andere hadith in Sahih Muslim: لَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ الثَّلْجِ. Hij is nog witter, het water is nog witter dan sneeuw. وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ بِاللَّبَنِ. En nog lekkerder dan melk met honing. وَلَآنِيَتُهُ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ النُّجُومِ. De bekers ervan zijn meer dan een aantal sterren aan de hemel. وَإِنِّي لَأَصُدُّ النَّاسَ عَنْهُ كَمَا يَصُدُّ الرَّجُلُ إِبِلَ النَّاسِ عَنْ حَوْضِهِ. En ik zal de mensen van mijn water wegduwen en weghalen, net zoals een persoon de kamelen van een ander van zijn eigen waterreservoir wegduwt. Dus daarmee bedoelt de profeet sallallahu alayhi wa sallam de mensen die niet in hem hebben geloofd. Er zijn mensen die de profeet tegenhoudt om te drinken. Want iedereen komt af op het water van de profeet sallallahu alayhi wa sallam om te drinken. Maar alleen de gelovigen mogen drinken. Qalu, ya Rasulallah, ata'rifuna yawma idhin? Ya Rasulallah, de sahaba vragen: hoe herkent u ons, yawm al-qiyamah? Gaat u ons kennen? Hoe weet u wie u moet accepteren en wie niet? Qala na'am, lakum sima laysat li ahadin min al-umam taridoona alayya ghurran muhajjalin min athar al-wudu. Hij zegt: ja, jullie zullen tekens hebben die niemand anders dan jullie zal hebben. Jullie zullen noor hebben op jullie gezichten en handen en voeten van de wudu die jullie in het dunya hebben gedaan. Zo herken ik jullie, dat jullie handen en voeten en gezichten stralen van de wudu. En daarom weet ik wie ik wel moet toelaten en wie ik niet moet toelaten. Er zijn zelfs een aantal gelovigen die niet mogen drinken. Mensen die de profeet sallallahu alayhi wa sallam hebben gezien, maar toch niet mogen drinken van zijn waterreservoir. La yaridanna alayya al-hawda rijalun mimman sahabani. حتى إذا رأيتهم ورفعوا إلي اختلجوا دوني فلا أقولن أي ربي أصيحابي أصيحابي فلا يقالن لي إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فيقال إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. أرسل منسن يوم القيامة naar de hawd van de profeet sallallahu alayhi wa sallam komen. Mensen die de profeet hebben gezien en met hem hebben geleefd en in hem hebben geloofd. Totdat ze daar aankomen, worden ze opeens weggepakt. Iemand neemt ze gewoon weg. En dan roept de profeet sallallahu alayhi wa sallam: mijn vrienden, ja Allah, mijn vrienden. Dan wordt er tegen hem gezegd: ja Mohammed, jij weet niet wat ze na jou hebben gedaan. Dan wordt er gezegd: deze mensen zijn na jou. Op het moment dat jij ze hebt verlaten, toen jij stierf, hebben ze de islam verlaten.
dat is al-murtad. En al-murtad is met de kuffar. Ook al heeft hij de profeet gezien en met hem geleefd en in hem geloofd, als hij daarna sterft als iemand die niet gelooft in de profeet, dan hoort hij niet bij de moslims. De zon is dus erg dichtbij op dit moment. Iedereen is aan het wachten op het begin van de berechting. De mensen zullen heel erg zweten. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft uitgelegd hoe erg men zweet op deze dag. Er zijn mensen die zweten tot hun enkels, vanaf de grond gezien dus, vanaf de grond tot zijn enkels. En anderen zweten tot hun knieën, en anderen zweten tot hun heupen, en anderen zweten tot hun borst, en anderen zweten tot hun mond. Ze verdrinken bijna. En anderen verdrinken echt in hun zweet. 50.000 jaar lang blijven ze zo, tussen leven en dood, maar ze gaan niet dood. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam beschrijft gebeurtenissen op de dag des oordeels, voordat er wordt geoordeeld. In Sahih al-Bukhari zegt Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: Man aataahu Allahu malan, falam yu'addi zakatahu, muthila lahu maluhu yawm al-qiyamati shuja'an aqra' له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك. Wie iets heeft gekregen van Allah in het dunya, geld of rijkdom of bezit, en hij heeft de zakat daarvan niet betaald in het dunya, يوم القيامة zal dit bezit van hem gevormd worden als een slang, als een cobra, als een dikke grote slang die hem zal wurgen, yawmul qiyamah. En deze slang zal hem bijten in zijn wangen en hij zal tegen hem zeggen: ik ben jouw geld, ik ben jouw bezit, ik ben het bezit waar jij geen zakat over hebt betaald in het dunya. Hij blijft zo op yawmul qiyamah totdat de berechting door Allah subhanahu wa ta'ala begint. En in de Koran is ook een gevaarlijke waarschuwing hierover vermeld in Surah At-Tawbah. وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةِ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Degenen die goud en zilver aan het opslaan zijn, maar er niks van uitgeven, fi sabilillah, laat deze mensen dan alvast weten dat er een zware straf op hun te wachten staat. يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمْ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ. Op de dag des oordeels zal dit goud en zilver zal in het vuur geplaatst worden totdat het heet wordt. En daarna worden hun gezichten en hun ruggen en hun zijkanten ermee gebrandmerkt. En dan wordt er gezegd: dit is jullie rijkdom, dit is jullie bezit dat jullie in het dunya hebben gehad. Proef maar wat jullie aan het sparen waren. Daarom is het aangeraden als je zakat geeft, dat je altijd ietsje meer geeft. Zodat je zeker bent dat je met geen cent wordt verbrand, yawmul qiyamah. Als je 1 cent van zakat die je had moeten geven niet geeft, dan komt deze cent, yawmul qiyamah, als een straf voor jou. Dus geef liever ietsje meer dan ietsje minder. En in Sahih Muslim zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam: Ma min sahib dhahab wa la fiddah la yuaddi minha haqqaha illa idha kana yawmul qiyamah suffihat lahu safaihu min nar fa uhmiya alayha fi nar jahannam fayukwa biha jambuhu wa jabinuhu wa dhahruhu kullama baradat u'idat lah في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. Er is geen persoon die goud of zilver heeft gespaard en daarvan geen zakat heeft gegeven. Deze persoon wordt yawmul qiyamah gebracht. En dit goud en zilver wordt in het vuur geplaatst. En daarna worden zijn voorhoofd en zijn zijkant en zijn rug ermee gebrandmerkt. Iedere keer als het koud wordt, wordt het weer opgewarmd in het vuur. Op een dag die zo lang is als 50.000 jaar. Totdat de berechting begint tussen de mensen. En dan zal hij zien of hij naar al-Jannah gaat of naar het vuur. Dus dit alles is voor de berechting. Deze straf
is voordat Allah gaat berechten tussen de mensen. Waarom? Omdat je al een bekende zonde hebt gepleegd en dat is geen zakat gegeven. Geen zakat gegeven terwijl je wel geld en bezit had, terwijl je het wel had gekregen van Allah. Dan zul je eerst gebrandmerkt worden door jouw schat en daarna zul je misschien naar de Jannah kunnen gaan. Dit geldt ook voor mensen die vee bezitten of iets anders. Dan zullen ze op de grond gegooid worden. En dan zullen die dieren waarvan hij of zij het recht niet had uitgegeven, over hem heen lopen. En zo blijft het op een dag die 50.000 jaar lang duurt, totdat de berechting begint. Ook zijn de hoogmoedige, arrogante mensen zwaar gewaarschuwd. De mensen die vinden dat ze beter zijn dan anderen en altijd neerkijken op anderen. De profeet sallallahu alayhi wasallam zei: de hoogmoedigen zullen yawmul qiyamah opstaan als mieren. Zo klein zijn ze. Ze zijn bang dat ze door iedereen platgestampt worden, omdat ze zo hoogmoedig waren in het dunya. Worden ze zo klein op de dag des oordeels. Wees dus gewaarschuwd. En doe niet stoer. Doe niet hoogmoedig. Wees niet arrogant. Anders zul je door de mensen platgestampt worden. En zoals ze zeggen, al-iqabu min jinsi al-amal. De straf bestaat uit de soort daden die je verricht. Omdat je hoogmoedig was, krijg je een straf die erbij past. De profeet sallallahu alayhi wasallam zei ook in Sahih al-Bukhari: thalathatun la yukallimuhumullahu yawm al-qiyamati wa la yanzuru ilayhim. Drie groepen mensen zal Allah niet aanspreken yawm al-qiyamah en hij zal niet naar ze kijken. Gewoon geen aandacht. Rajulun halafa ala sil'atihi laqad a'ta biha akthara mimma u'ti wa huwa kadhib. Een man die zweert voor zijn producten dat hij meer heeft uitgegeven dan wat iemand voor hem aanbiedt. Hij zegt: wallahi, ik heb zoveel betaald voor dit product. Hoe kun je mij maar 10 euro aanbieden? Nee, ik heb er 12 euro voor betaald. Ik kan niet verkopen onder mijn kostprijs. Terwijl hij aan het liegen is. Deze persoon zal Allah niet aanspreken in yawmul qiyamah en niet naar hem kijken. Omdat deze persoon heeft gelogen. Hij krijgt geen aandacht van Allah. Wa rajulun halafa ala yaminin kadhibatin ba'da al-asr. Iemand die heeft gezworen terwijl hij liegt, zodat hij geld van een andere moslim kan krijgen dat niet van hem is. En iemand die anderen verbiedt om van zijn water te drinken. Een man die water heeft, veel water heeft, maar hij laat niet iedereen ervan benutten. Hij heeft genoeg voor zichzelf om te drinken en hij heeft extra en hij deelt het niet met de mensen. Terwijl het warm is of terwijl mensen dorst hebben of wat dan ook. Fayaqulullah, al-yawma amna'uka fadli kama mana'ta fadla man lam ta'mal yadak. Vandaag, dan zegt Allah tegen deze persoon, vandaag, yawmul qiyamah, zal ik jou van mijn gunsten verbieden. Net zoals jij de mensen hebt verboden van de gunsten die jij niet eens zelf hebt gemaakt, die jij hebt gekregen. Subhanallah. Alle mensen zullen in deze moeilijkheden zijn en in deze warmte en ellende op deze lange, lange dag, behalve de gelovigen. En de profeet vertelt ons over bepaalde mensen uit zijn ummah die helemaal geen moeite maken om meemaken op deze dag. En ze zullen onder de schaduw van Allah zijn op de dag dat er geen schaduw te vinden is, behalve zijn schaduw. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zei in Sahih al-Bukhari: Sab'atun yudhilluhum Allah yawm al-qiyamati fi dhillih yawm la dhilla illa dhilluh. Er zijn 7 groepen mensen die Allah onder zijn schaduw plaatst, die geen last krijgen van de zon yawm al-qiyamah, op de dag dat er geen schaduw te vinden is behalve de schaduw van Allah, de schaduw van de troon van Allah. De eerste groep is imamun adil, een rechtvaardige leider. En dit is een leider die zowel bijvoorbeeld aan het hoofd van een staat is, of een leider die is bijvoorbeeld een gezinshoofd, een leider van een groep, een leider van vrienden, een leider van een moskee, een leider van wat dan ook, een leider van een club. Een rechtvaardige leider. Iemand die eerlijk is als hij een leider is. Deze persoon zal Allah onder zijn schaduw plaatsen op de dag dat er geen schaduw te vinden is, behalve zijn schaduw. En de tweede groep is shabun nasha'a fi ibadatillah. Een jongere man of vrouw, pubers, tieners, die opgroeien in het aanbidden van Allah. Die bezig zijn met salaat, met Koran, met goede daden, met leren, met heel veel goedheid tegenover de mensen en ibadah voor Allah subhanahu wa ta'ala. Deze jongeren
zullen Yawm al-Qiyamah onder de schaduw van Allah staan. Wees blij, beste broeder, beste zuster. En doe je best, aanbid Allah. En doe heel veel goede daden, zodat je bij deze groep kan behoren. Wa rajulun dhakara Allah fi khala'in fa fadat 'aynahu. En een man of vrouw die in het geheim, helemaal alleen, terwijl niemand hem ziet, Allah gedenkt of Koran leest. En hij moest ineens gaan huilen van de liefde voor Allah en de genade van Allah en de angst van de straf van Allah en de hoop op de beloning van Allah. Dat hij huilt in zijn eentje. Niemand ziet hem. Deze persoon is oprecht en die zal dat ook als beloning krijgen. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ. En een man wiens hart verbonden is aan de moskeeën. Iedere keer als het tijd is voor gebed, denkt hij, ik moet naar de moskee. Ik wil naar de moskee. Ik voel me lekker in de moskee. Ik voel me goed in de moskee. Ik lees Koran in de moskee. Ieder gebed in de moskee. Heel vaak naar de moskee. Als ik buiten ben en het is tijd voor het gebed, denk ik aan de moskee. Iemand die zijn hart verbonden is aan de moskee. Zo iemand zal ook deze beloning van Allah krijgen, Yawm al-Qiyamah. Wa rajulani tahabba fillah. En twee mannen, of twee vrouwen, die van elkaar houden omwille van Allah. Twee mensen die van elkaar houden omwille van Allah, in de zin van, zij zijn bevriend geraakt, omdat ze van elkaar kunnen leren. Omdat het goede mensen zijn. Niet met elkaar bevriend geraakt vanwege geld, of vanwege status, of vanwege een ander genot, of een ander voordeel. Nee, het enige voordeel waarom deze twee vrienden zijn, is omdat deze twee mensen elkaar dichter bij Allah brengen. Subhanallah. Wa rajulun da'athum ra'atun dhatu mansibin wa jamalun wa jamalin ila nafsiha. Qala inni akhafullah. Een man die verleid wordt door een vrouw die er heel mooi uitziet en een hele hoge status heeft, maar dan zal hij zeggen, nee, ik vrees Allah, ik doe dit niet. Of een vrouw, andersom, die verleid wordt door een man en zij zegt, nee, ik vrees Allah, ik doe dit niet. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma sana'at yaminuhu. En een man die sadaqa geeft, waarvan, of vrouw natuurlijk, waarvan zijn linkerhand niet weet wat zijn rechterhand heeft gedaan. Dat is niet letterlijk, maar in de zin van in het geheim. Dat hij een sadaqa geeft en niemand weet dat hij een sadaqa heeft gegeven. Alleen Allah weet het. Dat is een teken van de oprechtheid van jouw sadaqa. De profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft ons ook andere adviezen geleerd. Hoe we onszelf op deze dag kunnen beschermen. In Sahih Muslim staat, man naffasa ala mu'minin karbah min kurabi dunya naffasa Allahu anhu karbatan min kurabi yawmil qiyamah. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Iemand die een gelovige in het dunya helpt en een probleem voor hem oplost, voor deze persoon zal Allah Yawm al-Qiyamah zijn problemen oplossen. En iemand die iets makkelijk maakt voor iemand die het moeilijk heeft, zal Allah Yawm al-Qiyamah voor hem makkelijk maken. En iemand die een gelovige bedekt en sitter doet, dus zeg maar hem niet exposed, hem niet belachelijk maakt voor anderen, Allah zal hem Yawm al-Qiyamah ook beschermen en bedekken. En zijn zondes niet exposen en niet openbaar maken en niet belachelijk maken. Subhanallah. Help dus je medebroeder en medezuster, beste broeder en zuster. Zo kun jij jezelf redden, Yawm al-Qiyamah.